Kennen jullie de klassiekers? Jazeker. Er was één klein dorpje. En dat dorpje, dat had een toverdrank. En die toverdrank, het allermooiste daarvan is dat die niet geheim is. Dus ik ga jullie de ingrediënten daarvan gewoon verklappen. En dat doen we al jaren, dat verklappen. De ingrediënten van onze toverdrank, dat zijn veerkracht. Dat is zelfredzaamheid. Dat is eigen regie. En dat is er samen voor gaan. En als je dat doet, dan maak je enorme krachten los. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij. Een feestelijke dag voor Afferden? Een hele feestelijke dag. Het moment is gewoon heel feestelijk, denk ik. Maar ik denk dat het gebouw en de samenwerking die we met ons als hulpverlener samen willen, dat die heel belangrijk is voor het dorp. Dit is zo ontzettend belangrijk voor Afferden. Er zijn zoveel gemeenschappen die zo groot zijn als Afferden, die geen huisartspraktijk meer hebben, die geen winkel meer hebben, waarbij de leefbaarheid eigenlijk ongelooflijk achteruit gaat. En hiermee hebben we ruimte en tijd voor de toekomst om het anders te doen. Ja, dit is een topdag. Als je weet hoeveel mensen hier samen denken en hoeveel projecten er op tafel liggen om opgepakt te worden. En hoeveel verbinding er hier al gaat gebeuren in het gebouw. Ja, daar zijn we zo ontzettend blij mee. We zijn al heel lang bezig met allerlei partijen mee te denken hoe we het aan gaan pakken. Ja, en nu komt de tijd om de schouders eronder te zetten. Huisartspraktijk is zo ontzettend belangrijk omdat je als huisarts een scharnierpunt bent tussen zorg en gemeenschap. En als je kijkt naar de ontwikkelingen in Nederland, maar met name in Noord-Limburg, dan is het echt dan zijn er zware wolken. Als je kijkt naar het tekort aan zorgpersoneel, dan is het tekort aan zorgpersoneel dat wij in Noord-Limburg gaan krijgen de komende jaren, heel snel dus al, het allerhoogste van heel Nederland. 15% zorgprofessionals tekort. Dat betekent dat je het samen zal moeten gaan doen en dat burgers voor een stukje zorgtaken zullen moeten gaan overnemen. Nou, dat kan alleen maar als je een goed functionerende huisartspraktijk hebt die een goede schifting kan maken tussen dat wat mensen zelf kunnen en waarbij de schaarse zorg die er nog is goed ingezet gaat worden. Wat betekent de kei voor u? De kei, de zwerfkei van Limburg Positief Gezond, is op ons pad gekomen omdat we al jaren met positieve gezondheid bezig zijn. En we vonden dit feestelijke moment, deze feestelijke dag, een hartstikke mooi moment om ook de kei ook te gast te laten zijn. En toch een beetje misschien wel de basisplek van Limburg van positieve gezondheid. Dus wat ons betreft hoort hier eigenlijk wel eventjes. De kei is ook dat is een prachtig symbool. Het toont de kracht van onze gemeenschap. Het toont de kracht van positieve gezondheid. Het betekent dat als je vanuit positieve gezondheid werkt, je mensen in hun kracht kan zetten. Dat mensen veerkracht kunnen laten zien. En dat je samen gevoel krijgt voor, ik noem dat samen redzaamheid voor de gemeenschap. Kunnen we met deze feestelijke dag zeggen dat de gezondheidszorg in Afferden voor de komende jaren gewaarborgd is? Ja, ik denk dat dit een enorm belangrijke stap is. Ik ben zo ontzettend trots en dankbaar dat ik twee fantastische jonge collega's heb die dit aandurven, die praktijkhouderschap op zich genomen hebben en die zich gebonden hebben aan deze gemeenschap. En dat betekent met dit prachtige pand dat we ervan uit kunnen gaan dat de komende decennia er mensen zijn met hart voor de zaak, voor deze huisartspraktijk en dat het door mag gaan. Echt ongelooflijk trots en dankbaar en blij. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.